Ik niet. Nein. Nein. Wat eten we vandaag? Hetzelfde als gisteren. Sushi. Oh. We zijn nu bij de wedstrijd van Duitsland tegen Roemenië. Het is nog 15 seconden en het staat gelijk. Degene die verliest moet tegen ons maandag. Dus... En als het nou gelijk wordt, dan moeten we ook tegen Duitsland, toch? Dat zeker. Ja, ik weet het zeker. Ja. Maar het is heel spannend, toch? Tamara heeft eigenlijk het meest mee als ze naar een wedstrijd gaat. Kijk maar, haar tas zit altijd bomvol. Dus ik vroeg me eigenlijk af wat zij altijd allemaal meeneemt. Sowieso heb ik altijd dubbel schoenen bij me. Omdat op het WK een keer mijn schoenen kapot waren. Dus nu voor de zekerheid. Altijd heb ik ze bij me. En ook een extra brace. En mijn brace en mijn kniebeschermers heb ik bij me. Handig, die is op alles voorbereid, ja. Maar. Ik doe het niet uit. Ilse heeft een vraag gesteld aan Hanne. Hoe zij het sprongschot vanuit de hoek goed heeft kunnen leren. Dus Hanne? Ja, nou, ik heb veel getraind springen vanaf banken of vanaf de springplank. Dus dat je dan nog hoger springt dan normaal en dan zweef je nog langer. Wat ik ook nog heb gedaan is dat je op een stoel zit en dan gelijk moet afronden. Dan train je ook om nog hoger te springen. En dat is eigenlijk moeilijker, maar daar heb je wel weer een baan bij. Succes, Ilse! Ja, succes! Ik sta met onze keeper Mandy en Demi had een vraag voor jou. Of je nog tips hebt als je half moet keepen? Ja, tips is probeer heel veel lenigheid te doen, zodat je je been goed half kan doen, maar door je ballen kan stoppen. En ja, dus veel rekken vooral. En, ja? Of een hele lange horde zit, waardoor je dus heel groot blijft en op het laatste moment van zakt. En had je nog voorbeelden? Ik vind Tess Westen op het moment echt erg sterk. Dus, sowieso ja, Tess, ja. Dit is wel echt een voorbeeld, ja. Ik heb ook nog een vraag van Tessa. Wat vinden jullie het leukste en wat vinden jullie het stomste van handbal? Het stomste van handbal? Nee, eerst het leuke. Oh, eerst het leuke. Nou, het leuke vind ik in ieder geval dat het heel vermakend is om te kijken en om te spelen. En wat was het andere? Ja, het is een teams. Oh ja, het is een teams. Samen, lekker snel. Ik zou niet alleen op tennis kunnen, zeg maar. Dus en het stomste? Je wordt er niet echt heel mooi van. Larissa heeft hier een paar plekken, ik heb daar wat zitten. Echt vrouwelijk zijn we dus zeg maar niet. Nee. We hebben ook wel eens van die schattige jurkjes, maar die kunnen we dus niet aan. Want dan hebben we eigenlijk echt brede armen voor. Ja. Iets te spieren dan. Ja. Anne Fleur, wat vind jij het stomste van handbal? Nou, door handbal zit je echt heel vaak op de blauwe plekken. Oh, ja, en ik had ook nog wel een dingetje, want door handbal wonen we eigenlijk bijna allemaal niet meer thuis. En missen we heel veel, ook weer leuke dingen zoals feestjes en verjaardagen. We moeten altijd eigenlijk voor onszelf kiezen en dan kunnen we daar nooit bij zijn. Daar krijg je heel veel voor terug, maar dat is soms ook jammer dat je daar niet bij kan zijn. En wat vind je het leukste van handbal? Het leukste aan handbal vind ik dat handbal een heel dynamische sport is. En dat elke wedstrijd en elke training weer totaal anders kan zijn. Jamie uit de klas van Rinka heeft gevraagd of er wel eens ouders of vriendjes of familie bij onze wedstrijden komen kijken. Nou ja, bij mij zijn mijn ouders eigenlijk meestal wel mee met...
wedstrijden, zeg maar de EK of kwalificatiewedstrijden. En eigenlijk kwamen ze bij Quintus, bij mijn oude club, ook wel altijd kijken. En dan vooral met thuiswedstrijden. En ja, volgend jaar speel ik in Duitsland, dus dan is gewoon, ja, dan kan je gewoon niet iedere wedstrijd komen kijken. Dus dan is het gewoon, wanneer het kan, komen ze dan. Ja, eigenlijk denk ik dat onze supporters met de meeste mensen zijn. Ja, bij ons zijn altijd heel veel mensen mee. Ja, toppie. You play against us to Monday. Ja. Wat gaan we in? Ja. Denk het niet. Nee. Het programma staat dus dat we gaan wandelen, maar we mochten normale kleren aandoen. Dus iedereen hoopt dat we uit eten gaan. We zijn al een tijdje aan het lopen en we hebben nog steeds geen restaurant gezien. Maar ja, we zien wel allemaal dingen om ons heen. Dus maar we blijven doorlopen. Dat we ergens naar binnen gaan. Ja. Oh god, nee. Daar komt wat. Volgens mij kan je maar één kant op. Oké, loop hier door. Ja, we gaan erin. Ja hoor. Ga lekker eten. Hebben we lekker gegeten? Nou, ik zeg lekker. Lekker, maar ja, was lekker. Keer wat anders dan het hotel. Ja, eindelijk. Sorry. Oh, je kan ook gewoon zo filmen. Ja. Hi.